Is de koning nou hier ook geweest of niet? De koning en de koningin zijn hier ook geweest. Hoe werkt dat dan? Kijk zo. Kijk, nu ja, sta ik zwaar voor lul. Nina! Nina, wakker worden, nachtmakers! Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nachtbrakers. Het programma waarin wij samen mensen wakker maken 's nachts en verblijden met een hele leuke opdracht. Het gaat volgens mij stormen zo, dus laten we alsjeblieft opschieten. Mag ik van iemand de envelop? Deze keer ben ik. Oké. Okay. Oh, dit is een leuke hoor. Dit is leuk. Dit is kek. Oh. Is het een hij of een zij? Het is een zij. Is ze knap of is ze lelijk? Ze is knap. Is ze een vriendin van een YouTuber? Ja, helaas. Ja, klopt. Sorry. Helaas wel, hè? Wat is het eerste waar je aan denkt als je haar ziet? Twee hele grote paprika's. Ik ook. Het spijt me. Nina Waring. Nina Waring, dames en heren. Oh, dat vind ik leuk. Ik vind ik heel leuk. Prachtige vrouw. Leuk sowieso om 's nachts wakker te maken. Hoe zou Nina nou reageren als je haar zou wakker maken? Dat is normaal, man. Wat? Je staat niet op de basisschool. Ja, weet ik veel. Ik denk dat het ook wel afhankelijk is of Calvijn ernaast ligt, ja of nee. Waarom? Hoe zou ze reageren als Calvijn erbij is? Ja, dan... Nou, ik wil het niet. En als Calvijn er niet bij is? Hallo jongens, welkom! Hallo. Ga je doen? Zeg ik niet. Je lijkt wel een begrafenisondernemer, man. Ja, deze heb ik uit de kast van mijn opa getrokken. Wat heb jij aan, man? Ga je barbecuen met Nina? Ja, het is in ieder geval het weer voor, toch? Ja, dat is wel waar, inderdaad. Laten we snel naar binnen gaan. Ja. Oh ja, megafoons. Dankjewel, rare mevrouw van de megafoons. Hey, maar hoe gaan we weer zo'n flatcomplex inkomen? Ja, hier? Toch maar weer aanbellen bij de buren, denk ik. Wel gewoon random mijn nummer aan. Is het slim als ik hier zo voor sta? Ja, nou ja, ik denk dat dat handiger is dan dit. Jawel, hè? Hallo? Oh, God. Serieus? What the fuck, hè? Oké. Ik ben er ook kei mee. Je moet vaker als begrafenisondernemer gaan. Oh, we gaan straks Nina levende lijven gewoon verrassen. Bizar, hè? Ik hoop wel echt dat ze voor mij kiest. Is ze hier nou een beetje voor in? Of denk je dat zij van schoonheidsslaapjes houdt? Dat ze denkt van, als ik slaap moet je me niet wakker maken. Volgens mij is zij wel echt in voor een feestje, hoor. Ja, hè? Zuipen. Party animal. Nee, dit is dus 3. Lul. Wat doen we hier? Houd ja, dat kop. Heb jij ingedrukt. Ga met de trap. Optieven. Ja, dan is dat toch... Dit is toch... Dit is het. Buiten dit hier. Dit is toch hier? Ja. Ik voel me kippen. Er zit gewoon nog een persen uit hier. Oh nee. Dit wordt zo ongemakkelijk. Kakzooi. Want er nog licht? Nee, hè? Nee, ze slaapt. Er staat een raam open. Er staat een raam open. Shhh. Is dit de slaapkamer? Ja, denk het wel. Ja. Nina, wakker worden, nachtmakers! Zo, dat weerkaatst fucking dat weerkaatst heel hard, inderdaad. Oh, er gaat een licht aan, Oh, die galm, dit is niet best. Hallo. We gaan hier zo niet blij mee zijn. Hallo Nina. Hallo Nien. Wat heb jij een prachtig slaappak aan? Ja. Je slaapt nog helemaal. Nou, kom, we gaan naar binnen. Want de buren die zijn ook allemaal wakker geworden. Oké, lieve kijkers. Nina Waring. Ik ga het niet... perverted doen. Dus ik ga niet misbruik maken van de situatie dat zij heel mooi is om dan zo'n soort opdracht met haar te gaan fixen. Daarnaast heb ik nog een ander voordeel op Kai Gorgels en dat is dat ik vorig jaar Kelvin heb genachtbraakt. En bij die nachtbrakersaflevering heb ik even Nina gesproken. Die was achter de schermen, was die ook meegegaan met het tatoeage zetten. En daar heb ik toen een beetje met haar kunnen praten wat zij heel erg tof zou vinden als we haar zouden gaan wakker maken. Even los van het feit dat ze er goed uitziet, moeten we natuurlijk ook gewoon benoemen dat Nina een hele leuke, lieve meid is. Het is trouwens echt krankzinnig weer. Het gaat volgens mij helemaal losbarsten straks. Goed, terug naar Nina. Komt uit Groningen volgens mij. Ik weet dat Nina van een biertje houdt. Dat vind ik wel lachen. Chicks die bier drinken. Misschien moet ik een soort kroegentocht met haar gaan doen. Ik weet dat zij 3 dingen heel graag zou willen doen. Eentje daarvan is de standaard met puppy's knuffelen. Maar dat vind ik een beetje cheesy.
We kunnen ook haar droom waarmaken dat zij een kledinglijn of een lingerielijn kan opzetten, want dat wil ze heel graag. Maar om de 5 jaar wil zij een groot ding doen in haar leven, zoals trouwen, van partner switchen. Kies mij. Welke moet ik in godsnaam gaan kiezen? Waar ik gelijk aan moest denken, ik zal maar gewoon eerlijk met jullie zijn mensen, is dat ik heb gezien in een interview dat Nina heeft verteld dat ze graag een eigen lingerielijn wil maken. Misschien moet ik haar gaan helpen bij het opzetten van die lingerielijn. Dat ik ook een wereld waar ik helemaal in zit, in de lingerie scene. Oké, ik heb de knoop doorgehakt. Wij gaan voor haar een trouwerij opzetten. En daar moet ik natuurlijk een trouwlocatie voor hebben. En die ga ik dus nu eventjes bellen. Ja, hoi, ik ben bezig met het regelen van een trouwerij. En ik vroeg me af of ik strakjes eventjes een kijkje mocht nemen naar de locatie. Ja, is goed, dan zie ik je zo, Jeroen. Dankjewel, hè. Als je kijkt naar de grote modellen, zoals Duits & Kroes, die hebben eerst zelf geposeerd in lingerie en zijn daarna hun eigen lingerielijn begonnen. Dus Nina, moeten we van jou eigenlijk ook eerst een paar hele goede foto's maken in lingerie. En dan zorg ik ervoor dat die bekend worden en dat die in alle balen terechtkomen. Dat ze overal zeggen, Nina Waring, dat je naar China gaat. Hallo, Nina Waring van lingerie, oké. Nou, ik heb dus net met Krasnopolsky gebeld. Met een klein beetje liegen, met een klein beetje dingetjes niet vertellen, heb ik kunnen regelen dat we hier naar binnen kunnen gaan en voor een trouwlocatie kunnen gaan kijken. Het is nu al een chique bende. Nou, we zijn dus in één keer gearriveerd in de gang van het Krasnopolsky. Dat komt omdat we in de lobby even niet mogen filmen. Er zijn allemaal mensen, jullie weten het wel, YouTube mag allemaal niet in gezichten. Maar Jeroen is er wel. Is hij met mij van open? Oké, je moet nog even nadenken over de prijzen, budgetten en zo, maar dat komt allemaal wel goed. Is dit het? Kijk eens. Nee, joh. Ongelooflijk. Ik moet er alleen eventjes bij zeggen, toch wel nu ik hier toch sta, het is niet echt een echte trouwerij. Okay. Het gaat over een programma. Bij Nachtbrakers maken wij altijd een BN'er wakker voor een hele toffe opdracht of weet ik veel, bucketlisting wat ze altijd nog willen meemaken. En nu ga ik dus vanavond Nina Waring wakker maken. Dus wij willen haar eigenlijk een trouwerij bezorgen. Om 3 uur 's nachts in een hele mooie ruimte zoals dit. Is de koning nou hier ook geweest of niet? De koning en de koningin zijn hier ook geweest. Nou, als ik hier niet mee kan inpakken, weet ik het ook niet meer hoor. Ik ga hier even naar binnen. Ik ben bij een lingeriewinkel. En ik ga even achterhalen wat er op dit moment in is. Slippies, stringetjes, tijgerpanties, kimono's, nachtjapons. Ja, je ziet het wel. Ik weet er een hoop van. Goeiedag. Hey, hallo. Hoi, Kai. Alexandra. Maak je geen zorgen. Ik kom geen tijgerstring voor mezelf uitzoeken. Oh, dat is jammer. Ik ben bezig met een programma en wij maken 's nachts mensen wakker. En dan hebben we een hele leuke opdracht. Want we gaan namelijk wakker maken Nina Waring. En die heeft één droom. En dat is namelijk op den duur een eigen lingerielijn beginnen. Toen dacht ik, hoe leuk is het als ik haar wakker maak met een lingerie setje, dat ik de foto maak. Want ik ben natuurlijk professioneel fotograaf, dat weet iedereen. Ja, ik ken jou heel goed. Ja, nee, en dat ik haar dan zo help om een beetje bekend te worden in die lingerie scene. En dat het dan de aanloop naar een carrière in de lingerie korter wordt. Oeh. Dit is Nina. Kijk eens. Mooie vrouw. En mooie boezem en een platte buik. Wat wil je zien? Nou ja, wat zij past? Of wil je kijken wat je zelf mooi vindt? Wat is dit? Want een vriend van mij werkt in de paardenscene. Hij moet andersom. Oh, sorry. Het is ook een harnasje. Hoe werkt dat dan? Kijk, zo. Oh, kut. Ik wil hem niet kapot maken. Dus dit is een accessoire. Dus maar dat kan je over een... Nee, ja. ik vind het niet beledigd bedoeld, maar ik heb bij dit een beetje het idee alsof we gaan paardrijden. Wat denk jij dat haar het leukste, wat haar het mooiste staat? Rood, dat vurige rood. Daar krijg ik zin, krijg gelijk trek in paprika's als ik dat zie. Rood is ook passie en romantiek natuurlijk. Vrouw wordt ook heel blij als ze rood draagt. Mm-hmm. Rood zorgt voor een soort voor temperament. Ik vind het verhaal van dat rood, dat vrouwen zich daar goed in voelen. Dat vurige. En ook nog dat rood dan de kleur is van paprika, denk ik voor Calvin het leukst. Er moet er wel een broekje bij. Ja, blikdicht houden we hier niet van. Nee. Het moet een beetje sexy zijn. Hier komen de billen heel mooi. Dit vind ik ook wel heel speels hoor. Dit. Ja. Ik denk dat we voor deze moeten gaan. Ja. Met de balkonets. Goed idee. Hoe noemen we dit? Heb je ook nog een leuke Franse naam? Dit heet een Saint-Tropez brief. Prachtig, ik ga alles onthouden. Dat ga ik vanavond ook in de pitch allemaal meenemen. Ik neem deze twee. Helemaal goed. Nou, volgens mij gaan we Nina gewoon de avond van leven geven. We moeten nu alleen nog een bruidsjurk fixen. En er moet natuurlijk gewoon een bruidegom zijn. Bruidegom. Dus daarom ga ik even Kelvin bellen, want het is natuurlijk de vriendje. Wat een rare keystone. Nee. Of hij drukt me nu net weg.
Of hij kan gewoon niet opnemen, ik denk het tweede. Dan ben ik gewoon lekker de bruidegom. Simpel, dat. Het is toch alleen maar oefenen. Het is niet voor het echi of zo, Nina. Is Kelvin niet thuis? Nee, hè? Oké, okay, top. Die ligt ook. Oh, die ligt ook te slapen. Oh, die ligt nog te pitten. Ja. Oké. Okay. Weet je hoe het werkt, ja, toch? Ja, ik moet één ding kiezen. Ja. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dat gaan we echt uitvoeren dan, ja, hè? Je kan niet meer terug. Ja, maar daarom, ik hoop zo... Ik vertrouw jullie helemaal niet gewoon. Nou, zeg. 3, 2, 1, go. Ik weet dat je graag een lingerielijn wil opzetten. Ik heb prachtige lingerie voor je gekocht. En dat gaan we je vandaag aanmeten. En dan ga ik een hele toffe shoot met je doen. En dan zorg ik dat je in alle bladen komt. En als je wereldberoemd bent, dan begin jij de Nina Waring lingerielijn. Of Frans Nina Warinke. Stop! 3, 2, 1, start! Oké, Nina, ik wist eigenlijk al zeker dat meneer Kai Gorgels hier met iets ongelooflijk pervers zou aankomen. Ik ben een gentleman, ik zat meteen, dat ga ik zeker niet doen, want ik wist ook alles al van je lingerielijn. Maar ik weet ook een ander dingetje, dat jij namelijk om de 5 jaar grote stappen wil maken in je leven. En eentje ervan is trouwen, dat is iets wat je heel graag wil doen. Oh my god, dus vandaag ga ik met jou trouwjurken uitkiezen. Nou, ik heb tenminste geprobeerd aan Kelvin gevraagd of hij mee wil met jou trouwen. Maar dat wil hij niet, want hij is ergens anders. Dus je mag de ceremonie met mij eventjes doen. Ik of mag met jou trouwen. Je mag met mij trouwen. Sorry, moet ik gaan kiezen? Ja. Ik raad toch denk ik trouwen met Kai. Nou. Yes! Ik geef hem een knuffel. Ja, want ik ga trouwen. Oké, nou ja, gefeliciteerd Kai. Dankjewel. Kan ik niet een beter pak ergens uitkiezen of zo? Want deze heb ik uit de kast van mijn opa getrokken. Hey, over pakken gesproken. En 3, 2, 1, spring! Spring, spring. Oh. Moet ik springen? Ja. 3, 2, 1. Hatsakee! Nou, vind het minder mooi. Het ziet er een stuk minder mooi uit, maar dat maakt niet uit. Daar gaan we. Oké, let's go. Mag ik nog een tas of zo? Nee, nee, je moet nu gaan. Deze zaak is helemaal speciaal voor jou opengebleven, dus ik stel voor dat we gewoon naar binnen gaan lopen. Ja. Dit is jouw momentje, hè? Ja, ik vind het heel raar, want je denkt dat je de eerste keer is met je moeder en vriendinnen en dan ben ik met jullie. Moet ik je moeder spelen? Nee, doe maar dan mijn vader. Nou, kijk nou, het ene. Hallo, tof dat we langs kunnen komen. Ja, gezellig. En dit is slachtoffer. Ja, ik ben slachtoffer. Ik ga dus blijkbaar trouwen vandaag. Met mij? Met hem? Ja. Dus als jij haar misschien een beetje mee kan nemen in het hele verhaal. En dan ga ik wel soort van als een goede man zeggen, nou deze koop ik wel of niet, want deze is te duur. Ik weet niet. Ik vind het allemaal heel erg hetzelfde uitzien, dat van de eerste. Maar volgens mij zag mijn oog net al hier zo ergens iets hangen. Eens even kijken. Ja kijk, dit vind ik dus wel, lachen. Ja, maar... strandbruiloft. Ja, oh, okay. Maar ik wil niet kort eigenlijk, man. Deze is heel mooi. Ja, die vind ik maar ik vind die hals is wel een beetje weer heel netjes. Het is boothals. Dus het lijkt heel hoog, maar het valt wel mee. En ik vond deze vind ik heel erg mooi. Ja, die vind ik ook wel mooi. Ook een hele coole rug. Ja, die wil ik wel aan. Oké, ik ga ook wel voor. Ik ga ook wel even out of box en dan ga ik voor die andere kleur. Ja, cool. Heel cool. Ja, vind je het cool als ik een beetje anders ben dan de rest? Lekker out of the box, Nina ook van. Daarvoor heb ik voor jou gekozen uiteraard. Oké. En dan. Ik ben ook die korte van mij. Weet je, misschien staat het wel ongelooflijk leuk, hè? Je weet het nooit. Oké, nou, dan doe ik ook nog die kort. Dan. Ja? Ja. Nina? Zo, wat? Nee, ja, het hoeft niet per se weg. Ik kan... Terwijl je aan het passen bent, blijf er maar staan, joh. Dat is oké. Ik moet nog iets vertellen. Ik had natuurlijk gezegd dat we in het Krasnapolski gingen trouwen. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Sorry. Zo niet? Ja, ze... Zij konden niet tot 3 uur open blijven. Dus we moeten het hier doen. Nou, ik ga me even omkleden, dus weg. Nien, ben je al klaar? Ik vind het echt niet mooi. Ik voel echt een moeke. Hoezo? Ja, maar... moet ik er echt nu uitkomen? Ja. Oh ja. Zaadje prachtig. Ik vind dit nog even iets te naakt. Je gaat maar 1 keer trouwen, dus je moet echt een goede volwassen trouwjurk. Want je bent een volwassen vrouw met een onvolwassen man. Dus ik zeg door naar de volgende. Hey, vind jij dit nou een fantastische video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Zo. Jezus, fuck, hé. Hey. Oké. Holy shit, Nien. Dit is niet normaal. Hoe goed jij eruit ziet in een trouwjurk. Jij bent met me trouwen? Ja, je gaat met me trouwen natuurlijk. Ik zou zo... Ja, ik heb al ja gezegd, maar nu zeg ik 3 dubbel ja. En dat komt niet alleen maar door je borsten. Oprecht niet. Dat komt gewoon omdat echt een trouwjurkje heel mooi staat. Ja, nou oké, ik zeg niks. Vader, wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel moeilijk om nu je vader te spelen. Ja, dit vind ik wel echt fantastisch hoor. Oprecht, hij is sexy, hij is mooi, hij is... Ja, eigenlijk alles wat je man niet is. Nien, ben je er klaar voor? Nee.
Hoezo niet? Grapje. Ik weet niet welke ik mooi vind. Deze of de tweede. Oké, okay, nou kom maar tevoorschijn. Ja, ja, ik ga je helpen. Het is wel weer heel verwillend. Zo. Ja, ik weet niet waar ik naar moet kijken. Mogen we nog een sluier erbij? Oh, ik vind het lastig geven welke ik mooier vind. Ik vind deze namelijk ook echt iets hebben. En ik moet je eerlijk zeggen dat als jij echt mijn vrouw zou worden op deze avond, dan denk ik dat ik het toch wel fijner vond dat dit iets minder, iets bescheidener is deze keer. Mag ik toch wel zeggen? Ja. Ik vind dat toch wel iets classier of zo. Laat je vader eens even beslissen. Draai eens even om, want ja, deze is wel iets netter. Ja. Misschien is dat wel goed, want je bent wel gewoon een net meisje. Ik zeg... Fantastisch. Fantastisch. Ik vind het ook fantastisch. Dit wordt hem. Ik vind het ook jouw jurk. Ja. Say yes to the dress. Oké, Nien, ben je klaar om met mij te gaan trouwen? Ja. Ja? Gaan we het doen? Dit wordt zo raar. Nee, je moet er gewoon een overgeven. Oké, ja? Je moet ervan overgeven. Ja, dat kan ook. Ja. Voor mij staan Calvin van Rey en Nina Warink. Voordat we gaan beginnen, vraag ik altijd aan de mensen in de zaal of er nog mensen tegen dit huwelijk zijn. Je mag nu elkaar de hand geven. Wat is waarom dit? Lach je zo ook, Nina? Moeten toch alle twee de handen? Nee, eentje. Eentje zo. Niet gelijk weer met beide handen. Moet je huilen echt al? Nee, wat lachen. Sorry. Komt goed. Hey, komt goed. Verklaart u Nina aan te nemen tot uw wettige echtgenote en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijke staat worden verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Het is toch niet dat als ik nu ja zeg dat het dan een soort van met een enige wet dan wel... In ja, de... dan is het echt. Jij wilde trouwen met Nina? Nou, Nina, ik doe het voor jou. Ja. Zeg nee. Verklaart u? Ik moet van huilen. Ja. Snap ik. Lijkt me ook een nachtmerrie dit. Nina, verklaart u Calvin van Rey aan te nemen tot uw wettige echtgenoot en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet en het huwelijke staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord? Ja. U mag de bruid nu kussen. Hoe gaan we dit oplossen? Weet ik niet, hoe doe je dit? Weet ik veel. Kussen. Oh ja, Nina, trouwens, voordat je begint te zoenen, je hebt toch ooit in een video gezegd dat je mij de leukste kaai vindt? Mag ik ook even? Je kan ook nog met mij trouwen, hè? Nee, Nien, dat gaat niet... Nien? Hij heeft verloren, hij moet de verlies op. Wil je met mij trouwen? Nou, ik word er helemaal emotioneel van. Mag ik ook een hand? Maar ik wil eigenlijk alleen maar met Calvin trouwen. Je gaat met ons allebei niet trouwen, dan, Nina? Nee. Je gaat helemaal met Calvin trouwen? Ja, ik hoop het, dat hij met mij wil trouwen. En de kus dan? Ja. Die krijgen we ook nog wel te goed. Oké. Nou, dan ben ik oké. Nou mensen, willen jullie nou op het huwelijk verschijnen van Nina en Calvin? Vergeet je niet te abonneren, laat een blauw duimpje achter en een leuke reactie. Kijk vooral ook naar onze andere video's van Dagbraak, want die zijn ook leuk. En heb je nog ergens de wekker gezien in deze aflevering? Laat het dan weten in de comments. Nina, ziet er prachtig uit, dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer. Doei! Calvin, goed gedaan, pik. Ja, lekker bezig, Calvin.